Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben hier met mijn quarantaine partner, Niels Magerschot. We zitten al, hoeveel dagen? Quarantaine van mij. Veel te veel. Heel gaaf. 8 denk ik al. Ja. Van woensdag, hè? Kan. En dat is vandaag dinsdag. Ah nee, dus 6, ja. 6 dagen zitten we al samen in quarantaine. En kunt je het nog verdragen? Ja. Wilt je me nog niet vermoorden? Nee. Nee? Maar ik wel. Nee, dat is niet waar. Wij gaan vandaag de most likely tag doen, maar wij gaan de dirty edition doen. Dus met vieze vragen, want dat zien mensen graag. Al deze vieze mensen hier. Eerste vraag. Wie zou er eerder een sex addict worden? Ja. Wie zou er eerder, of ja, eerst iemand bedriegen? Oef. Ja, ik wist dat jij dat ging zeggen, dus zeg ik dat ook maar. Maar ik zou dat niet doen. Ik ook niet. Nee? Nee, dus ik pak mezelf ook niet. Hè. Ja, en jij pakt mij. Ja. Wie zou er eerder betrapt worden op het werk door porno te kijken? Ja. Sowieso jij. Ik zou dan nooit doen op mijn werk. Nou, ik ook niet. Ja, ik zal mij helemaal pakken. Oh, wie zou er eerder een porno-ster worden? Als ik echt heel veel geld nodig had en ik zat zo hard in de shit. Ja, wat moet je anders doen, hè? Nou, dan gaan we maar in de porno. Ja, ik zou dat nooit doen, hè, maar alles, je weet nooit. Allee, nee, ik zou dat nooit doen, maar ik bedoel, ja, als je echt zo uit een heel slecht land komt en je komt zo in die wereld en je verdient dan veel geld en zo en je zit echt financieel in de shit, dan snap ik dat sommigen dat doen. Maar mensen die dat met plezier doen, snap ik dan weer niet. Wie zou sneller een seksistische opmerking maken? Sowieso. Je doet dat vaak. Wie zou er sneller lesbisch of homo ervaring opdoen? Kijk, dat is die beste vrienden. Op de mond. Dat is niet die mij. Ja. Ik niet, hè. Bij nieuwjaar. Hier. Ene die heel zat was. Ah, ja, oké. Okay. Been there, done that, hè. Ah, voilà. Wie van ons zou eerder de zo embarrassing drunk zijn? Dus de persoon waar je voor schaamt als je zat is. Sowieso. Maar waarom? Omdat dat is. Jij werd anders ook wel embarrassing hier in El Mondo. Dat is eigenlijk... Ja, dat was één keer. Kunnen we dat zo niet doen? Nee, dat was één keer. Je bent al een paar keren embarrassing geweest, hè? Eén keer? Nee. In de versus, 2 keer, bij nieuwjaar. En de eerste, oh, nieuwjaar, de tweede keer niet, dat ik u zag. Dat telt niet. Dat telt wel. En in de Gio's. Dat wel een beetje. Wie zou er als eerste een orgasme krijgen? Ja. Yep, nee. Wie zou er eerder naar de stripclub gaan? Je hebt mij pas verteld dat je daar bent geweest. Ja, ooit één keer. En wie zou er eerder een stripper worden van ons? Nee, jong. Jij kan goed dansen om een stripper te zijn. Jij ook? Niet goed genoeg om een stripper te zijn. Wie zou er eerder naar een swingclub gaan? Ah, zo'n swingersclub. Dansen met de bommas. Wat zeg jij? Ik denk niet dat we dat ooit zouden doen. Allee, zeg nooit, maar.
Maar nee, niks voor. Wie zou er eerder met zijn ex terug verliefd worden op zijn ex? Sowieso never. Ja, ik denk wel. Ik zou nooit teruggaan naar een ex. Oké, jawel, ene keer ben ik een keer teruggegaan naar een ex, maar nooit meer. Wie zou er eerder door oplettendheid een seksuele sms sturen naar de ouders, per ongeluk? Als we zo'n sms sturen... Ja, ik let ook altijd goed op, maar jij nog net iets meer, denk ik. Okay, je hebt al eens iets fout gestuurd, maar zo. Ja, zo. En dat had ik per ongeluk in mijn verhaal op Instagram gezet. Stel je voor. Maar ja, dat is nog niet zo erg, hè. Hey. Dat was voor u en voor Céline bedoeld. Ah, en met die wasknijpers ook aan de neus. En toen deed ik zo. Wie zou er sneller van ons, of eerder, een actrice of acteur worden? Nee, jong. Jij met je stemmetjes nadoen. Jij zou goed zijn als acteur. Wie zou er eerder awkward zijn op de eerste date? Ik dacht dat je mij ging zeggen. Ik denk wel dat we geen een van beide awkward waren op de eerste date. Ja, ik kwam binnen en Niels zei tegen mij: amai, je durft. Voor hetzelfde geld was ik een moordenaar. Of wat zei ik, hè? Zoiets. En ik dacht echt: oké, dat is het eerste ding wat je tegen mij zegt. Moet ik terug naar huis gaan? Want toen dacht ik wel even: oei. Het heeft toch gewerkt, hè? Je bent toch gebleven? Ja, gelukkig was ik geen moordenaar. Al met een wijn weer al opgedronken. Ja, gelukkig was je geen moordenaar, hè. Anders zou het maar eng zijn. Wie heeft er alles een zuigplek gehad die heel hard opviel en die niet wegging? In zatte toestand wel, hè. Ja, en wie heeft dat gedaan? Jijzelf. Nou. Ja, ik was... we waren zat en toen heb ik Niel een zuigplek gegeven en de volgende dag moest hij naar zijn werk. Heel tof. Maar ik geloof dat ik een hoge kraag heb, hè. Zonder... Ja. En toen was het winter, hè. Allee, ja, het was koud, dus gelukkig. Mm-hmm. Wie van ons zou eerder een orgasme faken? Ik zou dat nooit faken, dan zou ik zeggen, het gaat niet. Maar ik denk gewoon dat dat voor een vrouw makkelijker is dan voor een man. Want... als er niks uitkomt, dan weet je dat de man niet fake heeft. Sergio had daar een trucje voor. Hij deed een klein beetje pipi. Dat heb je nooit niet gehoord op tv. Welke Sergio? Sergio, die een dikke man. Herman? Nee, van Sergio Quizquater. Eeuw, ja, dat is ook weer typisch iets voor hem. Dat is wel grappig bij Goebbels en de Belgen. Oh. Ah ja, dat heb ik toen ook gezien, denk ik. Wie zou er eerder zijn baas... verleiden om iets gedaan te krijgen. Maar ik heb geen baas, dus. Als ik iets gedaan wil krijgen, dan moet ik mijn coworker verleiden. Dat lukt altijd heel goed. Wie zou er sneller naar iemand zijn private parts staren? Dus naar de borsten of tussen de benen, als hij zat is. Je doet dat zo al. Soms praat ik tegen je en dan kijk je echt zo naar mijn borst en dan denk ik: hallo, my face is up here. Leugens. Dat zijn geen leugens, gisteren nog. Jawel. Durf je dat niet zeggen? Ja, wel. Zou je schrikken met je mama kijken? Nee, ik had er geen schrik voor. Kan ik niet aan doen. Wie heeft er ooit al eens seks in een tent gehad? Echt? Ik heb nog nooit, denk ik. Maar ik sliep ook nooit in een tent op festivals of zo. Dus wie zou er sneller seks hebben met een vreemd persoon? Allee, die je niet kent. Een stranger. Nou, denk het. Ik ga het niet weten.
weet niet of ik dat ooit al eens heb gedaan. Ja, wel iemand die ik pas had leren kennen of zo. Maar voor de rest. Wie zou er eerder relatie hebben met meerdere personen tegelijkertijd zonder dat die anderen daar iets van weten? Maar ik kan niet liegen. Ik ook niet. Mensen hebben me heel snel door als ik lieg. Wie zou er eerder van ons masturberen dan iemand anders zijn thuis? Dus als je bij een vriend of een vriendin blijft slapen als je jong was of zo. Wie zou dat sneller doen? Ik naar mijn kaartje komen doen. Ik denk ook wel dat ik daar minder gegeneerd voor zou zijn als jij. Dat zou bij mij nogal redelijk hard opvallen. Hè? Hoezo? Als ik bij de Nicky zou blijven slapen of zoiets en ik ben in één keer bezig onderteken, dat valt ik weet niet waar op. Jij kunt dat rustig doen, hè? Dan valt dat niet zo op. Ja, oké, dat is wel waar. Wie zou er eerder in de smaak vallen bij oude mensen? Nee joh, bij de oude bommetjes. Die zouden denken, oh Niels. Nou, de oude pompas ook. Eeuw. Wie zou er sneller zijn best friend kussen? Ja, ik heb Celine wel al vaker gekust. Heb je Nicky ooit al eens gekust? Nee. Alleen laat mij dan. Ja, die mij, ja. Ja, die kust je. Echt waar, ik stond daar echt zo van. Die zei zo, matje, dag hè. Vol op de mond. Dan wou die zo naar mij komen en ik kom. Maar ja, die was wel zat hè. Dat was ook mijn nieuwjaar hè, befaamde nieuwjaarsavond. Ja, nee, ik vond helemaal niks, want ik had toen heel veel tandpijn. Wie zou er eerder plasseks doen? Never! Ik ga je naam zelfs niet noemen, ba. Wie zou er eerder iemand betalen voor seks? Oh, dat is makkelijk, hè? Ik dan. Ja, vrouwen. Allee, we kunnen niet naar de hoeren of zo. Allee. Nou, de gigolo's. Wie zou er eerder te laat zijn op zijn eigen trouw? Ja? Ja, ik denk op de trouw, omdat het er heel goed wilde uitzien, zou ik ook wel te laat zijn. Ik zou wel tegenslag krijgen, een platte band of zo. Zo typisch iets voor mij zijn. Ik zie het al voor mij. Wie zou er eerder kwaad worden voor een hele stomme reden? Zou ik naar deze morgen aan denken aan mijn lijstje? Nee. Ik wou een eetlijstje maken, maar niet omdat ik dacht zenuwen van mij. En toen zei ik dat hij moest doordoen. Dan was ik aan het opjagen. Sorry. Het is goed voor één keer, hè. Nog gaar. Wie zou er eerder na een week getrouwd te zijn een scheiding aanvragen? Maar niet per se met ons tweeën. Ja, een slechte relatie sowieso. Omdat ik spijt heb van wat ik heb gedaan. Wie zou er eerder een bankoverval doen? Ja, dat zou ik nooit doen. Wie zou er eerder een alcoholieker worden? Oké, ik denk dat dat genoeg vragen waren. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vond jij het leuk? Ja? Zeker? Ja, ik vond het leuk. Oké, dat is goed. Doe zeker thumbs up. Laat nog een leuke comment na. En ik zie jullie de volgende keer weer. En stay... Nee! Stay safe in deze coronatijden. Dat moet ook zijn nu, ja. Ik hoop dat jullie allemaal gezond en wel zijn. Tot volgende keer! Nee?